Dat zijn wel echt helden, hè? Ja, ik weet niet, ik denk dat ze het niet heel veel goed hebben, maar... Ik ben Martijn Meerink. Ik heb in ieder geval van 2007 tot 2009 bij de FC gespeeld. Mijn hoogtepunten, nou goed, ik heb er wel een paar. Natuurlijk, FC Groningen is een beetje een volksclub. Dat is natuurlijk is mooi. Zeer fanatieke supporters. Mijn hoogtepunt was de twee UEFA Cup duels tegen Fiorentina, uit en thuis. Nou, dat blijft mij altijd wel bij, sowieso uit, dat er 2.500 toeschouwers, supporters mee waren. Nou, dat blijkt wel hoe FC leeft. Even kijken, nog een hoogtepunt was FC Twente thuis. Altijd zeer beladen. En dan maakte ik de goal. Ja, dat is altijd wel een hoogtepunt. Volgens mij wonnen we die met 1-0. Voor mijn play-offs en zo heb ik ook nog wel een paar mooie wedstrijden gespeeld. Dus dat is, ja, was mooi. Uiteindelijk, ja, elke wedstrijd is beladen. Maar goed, kijk, als er een extra iets, een tintje aan zit, dus, ja, dan hou ik ook wel van. Ja, ik denk dat FC sowieso de play-offs denk ik wel ingaan. Daar hebben ze ook een echt een mooi team voor. Nou, kijk, uiteindelijk moet je brengen wat je altijd moet brengen. En ja, goed, de trainer die heeft ook heel veel gebracht, zeg maar, bij de FC. Ja, goed, dat brengt hij wel een beetje erin. Wel, zijn vechtersmentaliteit en het verdedigen vanuit de aanval. Dus het ja, eerste verdedigen moet goed staan bij Danny Buijs en van daaruit aanvallen. Vind ik wel mooi. Max. Doet wel heel veel pijn, man. Ja, nee, dus hij is echt een nummer 9. Echt een pure nummer 9. Dus echt kapstok. Dus kan koppen, kan schieten. Je kunt hem inspelen en doorbewegen. We hebben wel de onder. Nee, dus dat is... ja, hij heeft echt wel heel veel. Alleen, hij staat pas onder aan de ladder, dus ja. Daar twijfel ik wel over. Ik zeg dan nee. Maar liefhebber in mij zegt ja. Maar goed. Ja goed, uiteindelijk wil ik hem dan niet inleveren. Waarom niet? Omdat ja, dat het toch wel het hoogst haalbaar is. Ja, dat shirt hangt hier gewoon nog ergens. Ja, het is natuurlijk echt het mooiste als je tussen die jongens staat in de arena. Wilhelmus, ja. Daar pak je ze toch niet meer af. Ik denk zelf dat het... een gelijkspel wordt. Nou goed. Waarom? Omdat twee teams ja, toch ook de nodige kwaliteiten vooruit hebben. FC Groningen vanuit de verdediging vind ik wel aardig sterk. Dus daarentegen vind ik AZ daar iets minder in. Maar goed, die voetballen vooruit weer goed. En die hebben qua looplijnen zit dat er wel ingebakken bij AZ. Dus dat zit wel heel dicht bij elkaar. Nou, het mooiste is wel weer dat Arjen Robben, zeg maar, dat vind ik ook weer echt mooi voor de FC. Dat, ja, dat die gewoon aanwezig is en op het veld staat. Nou, dat geeft nog iets meer kracht, denk ik. Ik denk echt 2-2, ja.